helemaal vol. Wauw. Die Red Velvet cake krijg ik niet op hoor, jongens. Extra ballen denk ik erbij, want ik heb er een paar laten vallen. Goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Ik heb allemaal dingen op de planning staan vandaag. Gisteren was ik aan het werk, dus dan vlog ik sowieso niet. Want het was heel chaotisch en druk op werk. En dan is het niet echt de tijd om de camera erbij te pakken. Maar vandaag heb ik dus dingen op de planning staan. Nu ga ik eerst even naar het centrum. Heb ik afgesproken met een vriendinnetje om te gaan lunchen. Even brainstormen, want zij wilde ook iets doen op YouTube. Dus dat is allemaal leuk. Ga ik haar eventjes bij helpen. Misschien dat we elkaar ideeën kunnen delen. En iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat is vanmiddag. Vanavond heb ik een etentje met mijn tante, mijn moeder en ik in Amsterdam. Want mijn tante gaat vrijdag weer terug naar Suriname. En hebben nog even etentje gezellig, want ze is dan een lange tijd weg. Dus dat is de bedoeling voor vandaag en ik ga jullie weer meenemen. Ik zit in de auto richting het centrum, maar ik hoor weer kerstliedjes. En ik word zo vrolijk altijd van de kerst. En de liedjes en de sfeer eromheen. Dus ik denk dat ik deze week, eind deze week, toch maar even de kerstboom ga optuigen. Want kerst voelt altijd zo leuk en goed en warm en liefdevol. Dus ja, deze week gaat denk ik gewoon de kerstboom neergezet worden thuis bij ons. In een tentje bij Uno in Lelystad. En allemaal lekkere hapjes. Mag ik je filmen? Yay! Gezellig! Zoals jullie kunnen zien, ben ik weer thuis. Van een hele gezellige middag met mijn vriendin Wafa. We hebben echt iets heel erg leuks bedacht wat we samen kunnen doen. Dus dat is allemaal nog een verrassing voor jullie. Dat zien jullie allemaal later. Over een paar weekjes gaan we samen iets ondernemen. We gaan nu nog even een aflevering van mijn serie kijken, mijn favoriete serie. En dan rij ik daarna richting Amsterdam. Want ik heb vanavond het etentje met mijn tante en mijn moeder. En we gaan eten in Amsterdam-West bij een Turks restaurantje. Waar ze echt lekker eten hebben. Waar ik echt altijd mijn vingers aan het aflikken ben. Dus dat ga ik nu even doen. En vanavond lekker uit eten. Yay! Ik ben nu lekker bij Biertat. En Turks restaurantje in Amsterdam-West. Lekker eten. Yummy! En ik ga mijn tante missen, want ze gaat weer terug naar Suriname. We lopen nu lekker naar mijn tante naar huis. En we zitten echt helemaal vol. Ik voel me echt een zwijn nu gewoon. Zo vol zit mijn buik. Maar het was echt lekker, maar we konden het niet opkrijgen. Dus hebben we een doggy bag mee. Het is koud, man. Brrr. Echt Nederland. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. Ik heb 2 dagen niet gefilmd. Dat had ermee te maken dat ik het druk had op werk. Maar vandaag is het zaterdag. Ik had op de planning staan om vanochtend met mijn moeder een catering op te halen. Maar een beetje miscommunicatie. Zij is zelf nu al de catering aan het ophalen. Dus ik ben niet met haar mee. Dus zometeen heel even naar het centrum. Want we moeten cadeautjes halen. Voor een baby shower. En voor een iemand die jarig is. En daarna ga ik met mijn moeder mee. Want zij gaat haar wenkbrauwen laten doen vanmiddag. Met permanente make-up. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat staat. En dan misschien dat ik het ook eventueel ga laten doen. Dat weet ik nog niet. En voor vanavond hebben we eigenlijk nog niet echt iets gepland. Ik zal het uitwijzen. Geen idee wat we gaan doen. Ik denk even een rustig zaterdagje. Want het is best wel druk en best wel chaotisch geweest de afgelopen week. Dus dat is de bedoeling. En ik ga jullie weer meenemen. We zijn nu onderweg richting Almere. Even wat zachter, man. Wat ik wilde zeggen, we gaan dus niet in Lelystad naar het centrum, maar even in Almere. Want we wilden een cadeautje halen voor een babyshow die mijn moeder straks heeft. Dus we wilden even bij de Zara kijken voor die kleine nieuwe meid. En dan gaan we daarna weer terug naar Lelystad. En dan zet ik mijn moeder daar af. En dan ga ik zelf nog heel even het centrum hier in.
Dus, to be continued. Mijn moeder is ook helemaal gek van Tino Martin. Yay! Ja, we drinken Manti. En een lekker gebakje. En mijn moeder heeft pecan pie. Een heerlijke zaterdagmiddag. Ik heb even mijn moeder afgezet bij de baby shower. Ik ga nu even lezen dat centrum nog even in. Want we hebben morgen ook een verjaardag etentje. Dus ik moet daar nog even een cadeautje voor scoren. Dus dat ga ik nu even doen. En daarna haal ik mijn moeder weer op. En dan gaan we samen naar onze nagelstyliste. Die gelijk de wenkbrauwen van mijn moeder gaat doen. Dus we gaan niet voor de nagels, maar we gaan voor de wenkbrauwen. Ik kom net bij de bloemist vandaan. Want ik heb toch maar een bloemetje gehaald. En het is echt een super mooie bos geworden. Dus ik hoop dat omaatje daar heel blij mee is. Ik ren nu naar huis. Zet ik het hem even in een vaas. Ga ik heel even zitten op de bank. En dan hang ik daarna mijn moeder weer op. En dan gaan we weer verder. Race, race, race. Hey, luide moeders. Nee hoor. Nee? Nou, volgens mij wel hoor. Nee. Het gaat echt zeer doen. En jij gaat even voor mij bepalen of ik het ook aan kan, ja? Maar jij gaat meteen dood. En bedankt. Ja. Heel mooi geworden, mam. Heb je het overleefd? Ja hoor, ik viel reuze mee. Je mag je ogen wel weer open doen, hoor. Staat je echt goed? Knappe mama. 3D hairstroke. Moeten ook dan even die 3D haren, die grijze haren even van je gaan 3D'en, want grapjas. Geen zin om zelf te gaan koken, dus we zijn eten bij van de keizer. Cheers! Weer een hapje eten bij Steek van de Keizer. Ik heb mijn toetje gehad van mijn liefste schatje Tim. Ja, doe je goed door Tim. Net thuis van een avondje eten bij restaurant Steek van de Keizer. Echt, dit restaurant is echt one of my faves. Gewoon hier in Lelystad. Het is echt goed eten. Lekker gezellige sfeer is er altijd. Echt beter. Het restaurant is echt geweldig. Avondje niks doen. Het is zaterdagavond. En normaal heb ik eigenlijk altijd wel plannen op de zaterdagavond. Maar ik ga gewoon even een avondje op de bank zitten. Ik heb toch wel een best wel drukke week achter de rug. En ik ben toch wel een beetje moe. Dus ik had zoiets van vanavond even niks. Dus, ik zie jullie morgen weer. Morgen. Het is zondagochtend. Laat het zijn. Twaalf over tien. Oké. Vandaag. Oh, ik kan nog niet eens opbrengen om te vertellen wat ik vandaag ga doen. Ik ben echt moe, man. Jeetje. Ik heb ook echt wel lang. En... Nee, niet lang, want ik ging best wel laat slapen. Ik denk 2:30 of zo. Dan heb ik niet lang geslapen, dan heb ik diep geslapen. Maar dan word je altijd zo verrot wakker als je dan heel zo diep slaapt en je wordt een beetje uit je slaap gehaald. Oké. Wat ik vandaag ga doen. Vandaag gaan we naar een vriendin van mijn moeder. Dat is ook een beetje een vriendin van mij. Waar we gaan... daar de verjaardag van oma ook vieren. En we gaan lekker hapjes eten. En mijn moeder heeft een hele catering besteld. Waar die vriendin van ons, die het is meer een soort zus. Een oude zus die ik heb. Zo leuk. En met die kinderen ook. Echt, ik hou van die familie. Het voelt ook echt als familie. Ook al is het geen familie, maar het voelt echt als familie. Dus we gaan daar straks heen. Ik ga denk ik eerst even mijn bed uit. En dan ga ik even lekker naar...
ontbijtje maken. Want ik voel echt mijn buik echt begint al een beetje te knorren en zo. Echt wel een beetje trek. Dus dat. En happy Sunday everybody. Ik heb even lekker een gezond ontbijtje voor mezelf gemaakt. Getoast broodje met scrambled eggs. Ik heb mezelf even omgekleed. Ik wacht nu op mijn moeder, want die is nog niet aangekleed. Ik heb gewoon even een makkelijk simpel truitje van de Zara aan. En een geruit rokje. Maar ik vind dit een beetje irritant. Dit gaat de hele tijd los. Dus ik moet hier even een speld of zo even erin knallen. We gaan zo in de auto. We moeten die hele catering moeten we meenemen. Dus die gaan we even in de auto knallen. En dan rijden we richting mijn zus. Ik kom bij mijn zus thuis. En een hele Disneyboom. Wauw. Wat wilde je laten zien, Shaya? Een vlog van me. Dit? Ja. Het is dat het zondag is, maar ze komt gewoon Red Velvet naar me toe brengen. Dit krijg ik toch nooit op, jongens. Krijg ik dit op, Shaya? Ja, tuurlijk. Nee. Nee, hè? Echt wel. Oh ja? Dat denk ik niet. Die Red Velvet cake krijg ik niet op, hoor, jongens. Moet je kijken wat een stuk nog. Ja, wat is er voor camera? Een camera, Sony. Ik heb een camera. Is het een film? Maar jij wil me echt dik hebben, hè? Gewoon, die rok gaat gewoon al openstaan nu. Ik snap niet waar mijn rok aan heeft. Een paard. Ja. Dus ze heeft een surprise gemaakt. Kutje. Je hoofdpijn. Zo, ja. Helemaal zo zelf. Moet je, zo moet je hem. Echt, hè? Niet waar. Nee, papa en mama gemaakt, hè? Dan zie je dat het niet dat het een paard is. Je moet hem zo zetten dat je ziet dat het een paard is. Ja, je moet hem even schuin zetten. Ja, want je hebt hem ervoor. Kijk, hoe leuk. Ik ben blij dat ik geen surprise hoef te maken, hè, man? Dat doen we niet aan. Paas hebben we gehad. Ja. We hebben vroeger... Lekker, pastijtjes. Vis. Vis? Lekker. Dit is vegetarisch. En dit is allemaal zelf gemaakt. Wat lekker allemaal. We hebben dus net geboekt om een weekendje naar Londen te gaan. Ja, is weg met je slijm, man. Mafkees. Zit hier met helemaal slijm en scheren, schuim en lenzenvloeistof. Zit ze iets in mijn gezicht te douwen. Maar we gaan dus naar Londen. Girls Weekend. Echt zin in. Niet saai. Je had gewild dat je mee zou gaan, toch? Ja. 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 Ga ik lekker voor mezelf winkelen. Zij kan toch niet zonder mama. Nee, maar we gaan wel voor je meenemen, hoor, schat. We zitten lekker een kerstfilm te kijken. Hè, meiden? Gezellig, hè? Ja. Ja. Zit er eentje gewoon lekker chippy naast me te eten, hè? Hoppatee. Ik probeer te gooien, maar het gaat zo niet in. Oh, die staat op de... die staat op de camera, hè? Denk je dat kan? Ik kan niet meer van. Dit komt op YouTube, hè? Je kan het wel hoor, Shaya. Ik zweem me. Ja, dat komt door, het, door die onesie. Hey, goedemorgen. Het is maandagochtend. Ik ben echt gebroken. Wat een nacht, man. Echt heel veel gezweet ook in mijn bed. Echt. Vies, dus ik ga echt mijn bed even vandaag verschonen. Vandaag, het is maandag. Wat ga ik doen? Oh ja, we gaan een beetje in de kerstsfeer blijven. Dus ik ga de kerstboom optuigen. Heb ik besloten. Ze vinden het allemaal hier nog te vroeg hier in huis, maar ik niet. Gezellig. Hey guys, hij is nu zeg maar, niet klaar. Ik ga nog heel even naar de Action even extra lampjes halen. En dan... haal ik nog even wat extra ballen denk ik erbij, want ik heb er een paar laten vallen. Wat erg. Maar goed, gelukkig hadden dat niet die Riviera mee zo'n ballen. Nou, ik heb toch nog even kerstverlichting gehaald bij de Action. Dus die ga ik er even in doen. Nieuwe ballen, omdat ik kerstballen had laten vallen. Dus dat zijn deze kleintjes en die. En ik heb heel erg leuk een strik voor hier bovenop gekocht. Thank you.
afsluiten. Leuk dat je hebt gekeken naar een video van mij. Als je nog niet geabonneerd bent, dan kan dat op die rode grote knop hieronder. Als je de video leuk vond en je hebt genoten, doe dan even een duimpje voor mij omhoog. En als je op de hoogte wil blijven van al mijn video's, dan kan je het notificatiebelletje aanklikken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!